Ik ben hier bij een hele speciale tafel. Ik zit hier bij Stefan Roestenburg. En Stefan Roestenburg is een valkenier. En die zit zowat midden in het centrum van Boksel, tenminste, op Tongeren. En ik vond dat zo leuk om daar eens naartoe te gaan. En we gaan eens naar zijn verhaal luisteren. Hoi Stefan. Hoi. Hoi. Ja, hey. Jullie zijn hier vandaag bij mijn bedrijf. Ja, wat leuk, valkenier. Ja. Want dat is toch een heel apart beroep. Ja, nou, je ziet het natuurlijk niet zo heel vaak. Het is een oud beroep, het is een oud ambacht wat we beoefenen. Nou, het begrip valkenij houdt eigenlijk in een roofvogel zodanig trainen dat die roofvogel in staat is om een levende prooi te bemachtigen. Wat zijn roofvogels? Roofvogels zijn onder andere de staviken, uilen, arenden, gieren, buizerds, ja, valken. En die heb jij hier ook allemaal zitten, die gaan we straks ook zien? Ja, nou, ik heb op dit moment ongeveer 20 tot 25 roofvogels zitten. Die trainen we dagelijks, jou ook dagelijks op conditie. En daar voer ik de werkzaamheden mee uit. Dat zijn onder andere roofvogeldemonstraties, workshops, kinderfeestjes, lezingen. En we doen ook overlastbestrijding. Ja. Oh ja? Vertel eens iets over de overlastbestrijding. Ja, dat houdt in het verjagen van vogels. Dus duiven, kauwen, kraaien, meeuwen, spreeuwen. Die kunnen wij met behulp van de roofvogels kunnen wij die verjagen, dus wegjagen. Ja, ja, ja. Van een bepaalde plek. En dan krijg je eigenlijk van iemand een melding van we hebben zoveel last van duiven. En of gaat dat helemaal via een officiële weg dan? Nou, het zijn vooral grotere bedrijven die daarvoor komen. Dus we hebben onder andere bij de Heineken in Den Bosch gestaan. Een banketbakkerij, gemeentes, dus in Tilburg heb ik afgelopen jaar gestaan. Bijvoorbeeld net zoals een vliegveld? Dat heb ik ook nog gedaan hier in Eindhoven. Oh, ja. Ja. Want als die veel last hebben van, wat zit daar dan? Waar hebben die dan meestal last van? Het grootste probleem ligt er dan vooral bij duiven, omdat die wat langzamer zijn. Kauwen en kraaien zijn net wat sneller. Dus daar hebben ze wel minder last van met de vliegtuigen dan de langzame vogels. Ja. En als jij dan met jouw vogels komt, dan laat je hem los? Want je zegt, ze worden verjaagd. Ja, wij vliegen gewoon onze vogels los. Nou, doordat die roofvogel daar aanwezig is, merken de andere vogels, de duiven, de kauwen, die zien daar mijn roofvogel vliegen. En die denken dat het daar niet meer veilig is, dat het een territorium van een roofvogel is geworden. Dus die zullen dan een veiligere plek op gaan zoeken om een nest te maken, om eten te zoeken. Ja. Want in de natuur worden die eigenlijk opgegeten door zo'n roofvogel. Die worden echt gevangen? Jouw roofvogel, ja, er zijn roofvogels. Een kauw of zo? Nee, wij doen verjagen, dus wij jagen niet op de vogels. Dat heeft de reden omdat je hier in Nederland niet meer zomaar mag jagen. Okay. Maar wij verjagen die vogels. Dus wij vangen ze niet, maar wij verjagen ze. Wat doe je nou dan meer? Ja, dus onder andere de roofvogeldemonstraties. Dus dat is bij de meeste mensen wel bekend. Op dierentuinen zie je ze ook. Wij geven de roofvogeldemonstraties dan onder andere hier op het bedrijf. Maar ook heel veel op locatie. Dus ik werk ook niet alleen hier, maar ik werk door heel Nederland en België op aanvraag. Dus het kan zijn dat we morgen een roofvogeldemonstratie in Groningen hebben bijvoorbeeld. Overmorgen weer in Zuid-Holland. Hoe kom je nou om valkenier te worden? Want het is toch niet een normaal beroep wat een jonge jongen op een gegeven moment zegt van nou, ben je daarin gerold of hoe is dat gegaan? Ja, ik ben er een beetje ingerold. Nou, ik heb wel altijd gewone vogels gehad. Dus kanaries, parkieten, tropische vogels, Europese cultuurvogels, grotere parkieten, nectaretende parkieten. Dus van allerlei vogels gehad, ook voor tentoonstellingen. Toen ben ik eigenlijk de opleiding dierverzorging gaan doen op de Hassen in Den Bosch. Oh ja. Nou, en tijdens die opleiding ben ik stage gaan lopen bij twee verschillende valkeniers. En uiteindelijk ben ik bij één van die twee valkeniers kunnen blijven gaan werken. Dus daar heb ik 2 jaar lang gewerkt en toen ben ik voor mezelf kunnen beginnen. Dus je hebt echt van je hobby je beroep gemaakt? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Hoe gaat het dan zo'n dag voor jou? Je wordt 's morgens wakker en dan ga je je vogels uitlaten? Ja, omdat ik dus een erkend leerbedrijf ben bij de Ecor, komen er bij mij ook stagiaires heel het jaar door. Die beginnen ook 's ochtends vroeg. Nou, daar beginnen we mee met schoonmaken van de hokken, de vogels schoon water geven, andere werkzaamheden. Nou, 's middags dan doen we meestal de vogels trainen, want de roofvogels moeten toch iedere dag gevlogen worden om ze op conditie te houden. Het gaat allemaal één voor één natuurlijk, je kunt ze niet allemaal tegelijk laten vliegen. Nee, roofvogels zijn solitair. Oké. Dus roofvogels tegelijk loslaten,
heb je de kans dat je er maar één overhoudt. Ja. Echt waar? Ja. Dus het vecht echt... Ja, ze zijn in de natuur ook solitair. En het zijn nog steeds wilde roofdieren. Dus die zullen ook elkaar kunnen grijpen. Het hoeft niet per se te gebeuren, maar het kan wel. Dus dat risico wordt uitgesloten. Als we ze dus losvliegen, zo'n roofvogel, die kan overal heen gaan waar die wil. Wij zijn dus ook echt de enige dierentrainers die onze dieren de keuze geven om ook weg te vliegen. Ja. En vliegen ze ook ver? Als jij nou zo een uil loslaat of zo? Of blijft hij hier rond boven rondcirkelen? Of kan hij ook echt heel ver? Ze vliegen niet zomaar weg. Okay. Ik heb het nog nooit meegemaakt eigenlijk. Ik ben er nooit een vogel kwijt geweest voor langere tijd. Roofvogels zijn wel opportunisten. Het zijn eigenlijk een beetje laie dieren. Ze vliegen het zo min mogelijk. Want vliegen is geen hobby voor die vogels. Een roofvogel vliegt alleen maar om te eten en om voor te planten. En dat zijn de enige twee redenen waarom ze zouden vliegen. Dus in de natuur wil dat zeggen dat een roofvogel gaat jagen als hij honger heeft, dan gaat hij vliegen. Nou, als hij dan de prooi te pakken heeft, dan eet hij die prooi zoveel mogelijk op. Nou, dan gaat die roofvogel gewoon ergens op een paaltje langs de snelweg stilzitten. En zolang die roofvogel daar stil blijft zitten, dan hoeft die roofvogel eigenlijk minder te gaan jagen. Gaat die roofvogel voor zijn lol rondjes vliegen, dan gaat hij energie verbruiken. Nou, als je energie verbruikt, moet je dus ook weer meer gaan eten. En moet je dus ook weer meer gaan jagen. En voor een roofdier zijn er twee dingen die niet zeker zijn. Ten eerste, kan ik de prooi vinden? Dus kan ik het eten vinden? En ten tweede, komt er ook nog eens bij, kan ik dat eten te pakken krijgen? Dus dat zijn twee dingen die voor roofdieren niet zeker zijn. En vandaar dat ze eigenlijk het liefste zo min mogelijk doen jagen, om dat risico uit te sluiten. Dus jagen is geen hobby, het is gewoon een noodzaak voor roofdieren. Het is eigenlijk... Hebben ze vleugels, maar ja. Ja, ze doen het liefst zo min mogelijk. Maar ook bij ons, wij kunnen ze vliegen, omdat wij dus het eten aanbieden op de handschoen. En daar moeten ze dus ook voor werken om naar ons toe te komen. Ja, ja, ook om dat instinct in stand te houden natuurlijk, hè. Hey, en wat is dit voor een vogel? Dit is een roodstaartbuizerd. Dit is een opgezette vogel. Roodstaartbuizerd komt voor in Noord-Amerika. Zo'n wat grotere buizerdsoort. Die heb ik zelf ook getraind gehad en die is een aantal jaar geleden is die dood gegaan. Die was ziek geworden. Ach, ja. Dus die hebben we opgezet. Ja, ik vind altijd met dit soort vogels, dan denk je, dan moet ik geen ruzie mee krijgen, hè, met zo'n snavel. Ja. Maar wat is hier, waar hier moet je nou voor oppassen? Is dat nou zo'n klauwen, de snavel? Kijk, de wilde roofvogels die in de natuur voorkomen, hoef je niet echt voor op te passen. Wilde roofvogels zijn namelijk van nature bang voor ons. Dus het eerste wat ze eigenlijk doen als wij te dichtbij komen is ook wegvliegen en ze vallen ons niet zomaar aan. Daar hoef je eigenlijk ook niet bang voor te zijn. Nou, voor een prooidier is het natuurlijk een ander verhaal. Maar de klauwen, dat zijn echt de wapens van de roofvogels. Met de klauwen daar vangen ze en doden ze dus een prooi mee. Nou, die snavel waar je het al over had, die ziet er ook heel gevaarlijk uit. Maar daar kan die eigenlijk niks mee. Die heeft hij alleen maar om het eten mee op te eten. Hij schept meer het leven. Nou, hij pakt meer het vlees vast met een kromme snavel. En dan trekt hij het vlees kapot. Ja. Oké. Okay. En maar de klauwen, daar zit echt alle kracht in. Hoe sterk is zo'n klauw? Nou, de kracht die in de klauwen van de roofvogel zit op het moment dat ze hun klauwen dichtknijpen, is ongeveer 80 kilogram druk per vierkante centimeter. Dus dat is ongeveer de beet van een rottweiler drie keer voorbij. Jezus. Ja. En nou, daarom heb je ook zo'n leren handschoen aan. Of is dat de valkeniershandschoen. We kunnen die roofvogels op ons blote hand zetten. Maar daar beschadigen we natuurlijk ook onze huid mee. Dus vandaar dat we eigenlijk om onze hand te beschermen de valkeniershandschoen gebruiken. Het is eigenlijk gewoon een handschoen gemaakt van leer. 2-3 lagen leer op elkaar vastgemaakt. En dat is een handschoen voor je linkerhand. Nou, op die valkeniershandschoen kunnen we gewoon veilig die roofvogel dragen. En als die roofvogel in onze handschoen gaat knijpen met zijn klauwen, dan kan die hier door die handschoen niet doorheen komen. Je hebt natuurlijk wel verschillende maten handschoenen, dus je hebt ook dunnere handschoenen, maar je hebt ook grotere en dikkere handschoenen. Dus als je het goede formaat handschoen bij het goede formaat roofvogel gebruikt, kan die roofvogel met zijn klauwen niet door die handschoen komen. Dus dat is eigenlijk ook het belangrijkste hulpmiddel in de valkerij, de valkeniershandschoen. Ja, ja. Je zegt dat je verschillende soorten handschoenen hebt, is dan dat er bepaalde roofvogels nog sterker zijn in de klauwen? Nou kijk, de kracht in de klauwen drukte ik net al uit in druk per vierkante centimeter. Mm-hmm. Dus er wat kleinere roofvogels hebben gewoon kleinere klauwen en de oppervlakte van die klauwen is dus ook minder groot. Nou, hoe groter de roofvogel is, hoe grotere klauwen die heeft, hoe meer kracht die eigenlijk dus ook in zijn klauwen heeft. Dus de kilogram druk per vierkante centimeter, die is wel gelijk bij alle soorten roofvogels. Ja. Alleen hoe grotere klauwen, hoe meer kracht ze dus ook kunnen zetten. Dus voor de grotere roofvogels heb je dus ook dikkere handschoenen en wat langere handschoenen. Al jouw roofvogels kun je op je hand zetten, op je handschoen zetten? Of zijn er ook roofvogels, ja ik zeg maar iets, die je aan een riempje mee
huppelt, meeneemt of is... Nee, wij doen de roofvogels absoluut niet aan een riempje. Wij trainen al onze roofvogels eigenlijk vanaf de handschoen. Ja. Kan het ook op een andere manier? Of... Nee, want jij hebt die roofvogel best onder controle, dus ook op de handschoen. Daar kun je mee uit het hok halen, kun je ze mee op de weegschaal zetten, daar kun je mee gaan lopen. Vanaf daar vliegen we ze dus ook vanaf de handschoen. Ja, ja. En daar kennen ze ook een beetje natuurlijk, als je die handschoen voor houdt. Ja, nou, die handschoen is daar eigenlijk ook hetgeen wat ze vertrouwen. Want ze weten, die handschoen dat is eten en daar landen ze dus ook op. En daar voorkomen we dus eigenlijk ook mee dat ze op onze schouders of op onze rechterhand gaan zitten. Die handschoen, dat is vertrouwd voor die roofvogel. En die roofvogels weten, de handschoen, daar krijg ik eten op. Ja, dus dan wil ik gewoon even... Dus ze gaan nooit per ongeluk op een schouder zitten of zo? Nee. De handschoen, altijd, ja. Ja, de handschoen is eten voor die roofvogels. Dan zie ik ook nog wel eens dat ze een kapje op hebben. Ik weet niet hoe je dat noemt. Een huif. Ik heb er hier toevallig een. Tada! Een huif, dat is zo'n kapje. Nou, die huif die kunnen we eigenlijk op het hoofd van de roofvogel zetten. Nou, de snavel komt er dan aan de voorkant uit. Ogen zitten aan de zijkant verstopt. Nou, op deze manier ziet een roofvogel niks meer. Die huif die gebruiken we eigenlijk om de roofvogels rustig te houden. En die gebruiken we eigenlijk alleen nog maar bij de valken. Bij de alle andere roofvogels niet meer. Waarom niet? Nou, bij de valken gebruiken we ze nog wel, omdat valken gewoon van nature wat neurotischer zijn. En in een vreemde omgeving of bijvoorbeeld met vervoer in de auto, blijven die valken minder rustig zitten. En als we dan zijn huif op het hoofd van de roofvogel zetten, blijft hij wel rustig zitten. Het is eigenlijk gewoon natuurlijk gedrag wat ze dan nabootsen. Want een dagroofvogel ziet overdag ongeveer 8 keer zo goed dan dat wij zien. Alleen in het donker, 's nachts, zien ze net zoveel als dat wij zien. Jeetje. Eigenlijk helemaal niks. Nou, in het donker in de natuur zijn er natuurlijk wel andere roofdieren actief. Ja. Dan moet je denken aan katachtigen. Nou, als een roofvogel dus ook in het donker gaat bewegen, dan valt hij op en dan kan hij zelf wel eens de prooi worden. Dus vandaar dat een roofvogel in het donker, als hij niks ziet en dus ook niet weg kan vliegen voor gevaar, zo stil mogelijk blijft zitten om niet op te vallen. Nou, dat bootsen wij dus na door zo'n huif op het hoofd van de roofvogel te zetten. Dan ziet die roofvogel ook niks meer en dan blijft hij gewoon doodstil zitten. En dan beschadigt hij dus ook zijn veren niet tijdens het vervoer in de auto. Ja. Maar dat, je zegt nou de valk, hè? Dat is de enige waar je dan nog Bij de valken gebruiken we een huif. Ja, maar net zoals de uil en zo'n adelaar en zo, die blijven van nature al meteen. Ja, die zijn wat rustiger. En dit zie je ook wel zo in die oude films, hè, mm-hmm, van vroeger. Maar dan zag je ook altijd dat die beesten bij zo'n kasteelheer op de arm zat, tenminste zo'n film. En die hebben altijd dit op, hè? Om ze ook gewoon rustig te houden. Gewoon, ja. Wat een bijzonder beroep. Ja. En hoe lang ben je nou met zo'n vogels bezig? Want er gaat toch een aantal uren in zitten. Ja, kijk, ik ben een van de beroepsvalkeniers hier in Nederland. Dat wil zeggen, ik houd mijn roofvogels en ik voer de werkzaamheden daarmee uit. En daar moet ik mijn boterham mee verdienen. Dus het is echt mijn werk. Ik heb er verder ook geen baan bij. Is dit nou een mannenberoep? Nee, er zijn ook zeker vrouwen die het doen. Heel veel vrouwen die het doen zelfs. Collega's van mij, ik heb een aantal vrouwelijke collega's ook. Ja. En die doen precies hetzelfde als jij? Die zitten ook bij die beroepsvalkeniers? Ja, er zijn ook vrouwelijke beroepsvalkeniers. Oh ja? Gewoon leuk. Dus over het algemeen, de meeste stagiaires die hier komen, zijn ook meestal allemaal vrouwen. Het is heel af en toe dat er een jongen komt. Dat heeft ook vooral mee te maken omdat op de dierverzorgingopleiding gewoon veel meer vrouwen zitten dan mannen. Wat zou daar nou aan liggen, hè? Ja. Zijn er veel valkeniers in Nederland? Echte beroepsvalkeniers zijn we dus ongeveer met 10. En dan zie je de valkeniers overal op de dierentuinen nog. Jullie hebben ook met elkaar contact vanwege misschien voorplanting of koppeltjes maken? Of is dat bij jullie niet zo? Ja, ik heb nog steeds contact met veel collega-valkeniers in Nederland, België. Met parken in het buitenland ook. Dus ik heb zelf een aantal broedkoppels zitten, collega's van mij hebben broedkoppels zitten. Dus wat je ziet is dat we onderling wat uitwisselen of we kopen een vogel bij een collega. We wisselen ook vogels uit met parken in het buitenland. Oh ja? Dus mocht wij veel uilen hebben, nou, een park in het buitenland kan die uilen gebruiken. Dan ruilen we bijvoorbeeld voor een arend of voor een gier bijvoorbeeld. Ja, ja. Mm-hmm. Hoe zit het dan met het fokken en zo? Kun je daar ook iets... Die broedkoppels die hebben we zitten ook in de hoop dat ze voor nageslacht gaan zorgen. Mm-hmm. Maar die hebben wij niet zitten om er geld mee te verdienen. Nee. Die broedkoppels heb ik voor mezelf zitten eigenlijk. Die jonge vogels die ik dan kweek met die broedkoppels, die ga ik zelf trainen. Of die jonge vogels die gaan naar collega-valkeniers toe. Die dan zo'n vogel nodig hebben om ook een werkzaamheid mee te doen. Maar we proberen zoveel mogelijk om jonge vogels te trainen. Een aantal jaar totdat ze volwassen worden. En als een roofvogel volwassen wordt, dan proberen we altijd die roofvogel als broedkoppel
in een foyer te zetten. Okay. Of bij ons, of in een dierentuin, of bij een collega valkenier. Ja, die zijn natuurlijk altijd al van begin af aan helemaal aan mensen gewend natuurlijk, hè, zo'n jongen. Ja, dus dat is het voordeel. Als je eerst die roofvogels gaat trainen, dan wennen die roofvogels aan mensen, aan allerlei dingen. Dus die zijn al minder bang. En dat heeft als voordeel als je ze dan later in een foyer zet, als broedkoppel. Dat ze dan dus ook beter zichtbaar blijven voor het publiek. Dat ze minder stress krijgen. Dat ze gewoon rustiger blijven zitten in de foyer. Oké, ja. Want er valt mij wel op dat, dat ze allemaal vrij relaxed zijn bij jou, die vogels. Tenminste, zover ik er verstand van heb. Maar dat kan ook wel zijn dat ze natuurlijk goed gegeten hebben. Ja, nou, je moet je natuurlijk niet vergissen. Het blijven nog steeds wilde roofdieren. Ja. Ze vinden ons absoluut niet aardig, ze vinden ons niet leuk. Jou ook niet? Nee, ze hebben geen band met ons als mensen, omdat het roofdieren zijn. Het zijn wilde roofdieren. Ja, dat kan ik me toch niet voorstellen. Ze zullen toch ook wel op een bepaalde manier jou dankbaar zijn? Nee, absoluut niet. Nee? Er telt maar één ding voor roofvogels, dat is eten. Ze hebben maar twee dingen die belangrijk zijn in het leven, eten en voortplanten. Ze hebben ons niet nodig om aan hun eten te komen. Ze kunnen ook zelf jagen, dat weten ze ook. We vliegen ze dagelijks los. Maar bij ons is het makkelijker om het voedsel te krijgen. Dus uit gemak komt het bij jou? Het is bij ons makkelijker om voedsel te krijgen en 100% zekerheid op voedsel. En dat is de reden dat ze bij ons blijven en niet wegvliegen. Maar ze komen niet bij ons omdat ze ons leuk of aardig vinden. Het zijn echt wilde roofdieren. En zijn dus ook absoluut niet tam te maken. Dus je kunt er ook niks tegen zeggen? Nee, ja, je dus, kan er van alles tegen zeggen. Ik zou heel zeggen van hallo. Je doet hem ook niet aaien dan? Nee, we doen de roofvogels ook niet aaien, absoluut niet. Ten eerste vinden ze het niet leuk. Nee, waarom? Het levert niks op. Waarom vinden ze dat niet leuk dan? Ja, het levert niks op. Het zijn wilde roofdieren, ze hebben niks met ons, ze hebben geen band met ons. Kijk, voor een hond als je hem aait, kan het een beloning opleveren. Nou, voor zo'n roofdier levert dat aaien absoluut niks op. Dus dat is de eerste reden dat ze het gewoon absoluut niet leuk vinden. De tweede reden is ook nog eens dat het heel slecht voor de veren is. Okay. Ja. Roofvogels hebben, net als veel andere vogels, gewoon een vetlaag op hun verenkleed zitten. Nou, en die vetlaag die zorgt ervoor dat als het regent, dat de regendruppels eigenlijk van hun verenkleed aflopen. Ja. Nou, gaan wij die roofvogels aaien, wij hebben wat zuur aan onze handen zitten. En met dat zuur aan onze handen maken wij die vetlaag kapot. Nou, dat houdt in dat als het dan gaat regenen en die roofvogels hebben een kapotte vetlaag, dat het water gewoon in hun verenkleed trekt. Ja. Nou, dat zorgt ervoor dat ze zwaarder worden en dat ze dus ook eigenlijk minder goed kunnen vliegen. Nou, wij vliegen onze roofvogels dagelijks, dus ook in alle weersomstandigheden, ook met regen. Ja, natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk heb je helemaal geen verbinding met jouw dieren dan? Nee, je hebt geen band met die roofvogels. De enige band die je hebt is een vertrouwensband. Dus ik vertrouw die roofvogel erop. Ik laat die roofvogel los, daar moet ik ook vertrouwen in hebben. En die roofvogel die vertrouwt mij in zoverre dat er niks gebeurt. En dat hij gewoon veilig op de handschoen kan landen om het eten op te halen. Dus je hebt wel een vertrouwensband, maar verder absoluut niks. Nee. Oké. Dat is wel wennen. Ja. Het lijkt mij. Tenminste, ik ben altijd zo iemand die ook moet voelen. Hè? Maar dat mag dus niet. Oké. Dus dat zal ik niet doen dan. Waar komt dit nou vandaan, dit beroep? Want het is voor mij al een heel oud beroep. Hè? Het oorspronkelijke begrip valkrij is het jagen met roofvogels. Daar zijn ze 3000 jaar geleden mee begonnen. Nou, daar zijn ze dus mee begonnen om aan hun voedsel te komen. Ze zochten eigenlijk een jachtwapen om succesvol op prooien te gaan jagen die ze dan zelf op kunnen eten. En toen zijn ze dus eigenlijk 3000 jaar geleden terechtgekomen bij de roofvogels om de roofvogels te gaan gebruiken om voor hun het voedsel te gaan vangen. Nou, en dat zie je tegenwoordig nog steeds. In heel de geschiedenis komt het al voor het jagen met roofvogels. En nu tegenwoordig in Nederland is er wel een beperking opgelegd. Hier in Nederland mag je namelijk alleen nog maar jagen met een Europese havik. Of met een slechtvalk. Dat zijn de enige twee soorten roofvogels waar je nog legaal mee mag jagen. Nou, als je een van die twee soorten hebt, dan mag je nog niet zomaar gaan jagen. Maar dan moet je ook nog in het bezit zijn van een valkeniersakte. Dat is gewoon een jachtakte om te mogen jagen met die twee soorten roofvogels. Nou, die jachtakte wordt maximaal 200 keer uitgegeven. Dus ja, er zijn maximaal 200 mensen die met een roofvogel kunnen jagen in Nederland, legaal. Wordt ook gedaan? Ja, er is een groep mensen die dus nog steeds doet jagen met roofvogels. Dat zijn dus ook de echte valkeniers. Wij beoefenen niet echt de oorspronkelijke valkerij, dus echt het jagen met roofvogels. Maar wij gebruiken nog wel steeds dezelfde trainingsmethode bij de roofvogels. En vandaar eigenlijk de naam beroepsvalkeniers. Daar zit het verschil in. Ja. En als je nou die valkeniers die wel jagen, dat is op konijnen en wat, of muizen? Of ja, wat? In Nederland wordt vooral op konijnen gejagen. Oké. Eventueel op wat vogels, maar het grootste deel van de valkeniers jaagt nog steeds op konijnen of hazen. Ja, voor zelf op te eten.
Of wat dan ook. Ja, daarvoor doen ze het natuurlijk. Ja, ja. Ja. En jij vertelde ook, want het leuke was, ik heb hier van de winter, daarom ben ik ook bij jou terechtgekomen, een workshop gedaan bij jou. Mm-hmm. En jij vertelde ook over vroeger over die kasteelheren, waarom dat die ook, die hadden ook echt een aanzien, hè, door een roofvogel. Hè? In de tijd van de middeleeuwen. De middeleeuwen, dat is echt de populairste tijd van de valkerij geweest hier in Nederland. Nou, toen werden ook roofvogels gehouden voor de jacht. Maar naast het houden van roofvogels om mee te jagen, werden roofvogels ook gehouden als statussymbool. Okay. Dus als jij in de middeleeuwen een roofvogel op je handschoen droeg, dan kon je aan de buitenwereld laten zien dat je een hele hoge status had. Nou, en hoe mooier de roofvogel was, hoe bijzonderder de roofvogel, hoe hoger statussymbool eigenlijk die roofvogel was. Je ziet ook op heel veel schilderijen uit de middeleeuwen roofvogels op afgebeeld. Ja, dus de adel die had echt roofvogels om hun status te tonen. Ja, ja. Maar ze deden dan niet echt mee jagen? Of het was ze deden er echt ook nog steeds mee jagen. Dat ook als hobby nog steeds. De plezierjacht werd heel veel gedaan in de middeleeuwen. Maar daarnaast is ook gewoon het showen van de roofvogel om te laten zien dat je heel veel geld hebt. Ja. Dus een roofvogel was ook vrij prijzig in die tijd. Dus wat je ziet, die bijzondere soorten roofvogels. Bijvoorbeeld een giervalk, een hele mooie grote witte valkensoort. Nou, dat was eigenlijk echt het hoogste statussymbool in die tijd. Ja. Eigenlijk ook een van de duurdere roofvogels in die tijd. Nou, de armere mensen die konden nooit zo'n roofvogel houden. Nou, wat je ziet is dat er wel mensen waren die roofvogels wilden stelen van de adel, dieven. Maar daar hadden ze net een andere straf voor als tegenwoordig. Kijk, tegenwoordig bij het stelen van een roofvogel, dan word je opgepakt door de politie, krijg je een boete. Maar in de middeleeuwen hadden ze wat andere straffen. Nou, zo hadden ze ook een straf voor de mensen die een roofvogel hadden gestolen van iemand. Als je namelijk een roofvogel had gestolen van iemand in de middeleeuwen, en die dief die werd gevonden en die werd dus opgepakt, dan werd die dief mee terug naar het kasteel genomen. De roofvogel die had gestolen werd ook mee teruggenomen. En thuis werd dan die roofvogel op de weegschaal gezet. En het gewicht van die roofvogel werd dan uit vlees uit de borst van de dief gesneden. En dat gaven ze aan de roofvogel te eten. Ja. Jezus. Nou, daar komt ook het spreekwoord nog vandaan. Een rib uit je lijf. Och. Het spreekwoord komt dus van die straf uit de valkerij uit de middeleeuwen. Nou zie ik tegenwoordig op Marktplaats dat mensen ook gewoon via Marktplaats dus vogels kunnen kopen, roofvogels. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, de laatste jaren is de vraag naar roofvogels natuurlijk toegenomen. Heeft een aantal redenen. Eerste reden is vooral films. Bijvoorbeeld Harry Potter, daar zie je heel veel roofvogels in vliegen. Nou, kinderen die films zien en dus ook zo'n roofvogel in een papegaaienkooi willen houden. Waarvan ze dus ook denken dat die de post komt brengen. Dus daardoor neemt de vraag toe. En daarnaast neemt de vraag ook toe omdat steeds meer mensen erachter gekomen dat je zomaar roofvogels kan houden. En dat het niet zomaar uitbesteed is voor een selecte groep. Dus daardoor neemt de vraag naar roofvogels eigenlijk toe. Ja. Nou, daardoor zie je dat daar, doordat de vraag naar is, dat er heel veel mensen roofvogels zijn gaan houden om ermee te gaan kweken en om die roofvogels gewoon te verkopen om geld te verdienen. Ja. Het is natuurlijk niet helemaal goed, kijk, want iedereen kan een roofvogel kopen op Marktplaats zonder dat je er verstand van hebt. Staat er ook bij, tamme roofvogel met de hand grootgebracht. Maar een roofdier kun je absoluut niet tam maken. Het zijn echt wilde roofdieren en er kan altijd iets fout gaan. Ja. Ga die roofvogel binnen in de huiskamer houden, dat mag ook hier in Nederland. Alleen het is natuurlijk ook niet goed voor die roofvogel. Kijk, zo'n roofvogel hoor je gewoon buiten te huisvesten. Je hoort hem op de goede manier te trainen, het goede voedsel te geven, op de goede manier te verzorgen. En daar komt wel meer bij kijken dan bijvoorbeeld een cavia binnen in de huiskamer houden of een konijn. Dus dat is natuurlijk een heel ander dier. En daarnaast blijven het nog steeds roofdieren en het zijn geen huisdieren. Dus het is ook gevaarlijk, ook wel natuurlijk. Ja, het zijn echt roofdieren en er kan wat fout gaan inderdaad. Goh. Wat zonde hè, dat er zo'n misbruik gemaakt van wordt. Hè? Ja. Dat er zomaar verhandeld wordt in dat soort beesten. Hè? Ja. Want wat geef je zo'n roofvogel te eten eigenlijk? Nou, onze roofvogels die eten allemaal vlees. Nou, bij ons op het menu staat voornamelijk eendagskuikens. Daarnaast krijgen ze ook nog ratten, muizen, kwartels, duiven, cavia's, konijnen. Dan krijgen ze allemaal te eten. Ja, afgewisseld. Ja, maar het is echt alleen maar vlees. Ja, ze krijgen alleen maar vlees. Ja, ze eten geen groentes. Nee, ja, dat zou ik denken. Ze moeten toch ook toch vitamine en mineralen binnenkrijgen. Maar dat zit daar allemaal dat in zit dan? In het vlees, ja. Maar jullie doen er ook iets bij? Een extra voedingsstof of niet? Nee, joh, ratten, muizen, kwartels, duiven. Dat is allemaal heel goed voedsel voor de roofvogels. Er zit alles in wat ze nodig hebben.
Hey, en hoe kom je aan al die... is daar een groothandel voor? Ja. Waar je dat kunt gaan halen of zo? Ja, je kan het zo bestellen bij een groothandel die bijvoorbeeld ook het voer levert aan dierentuinen. Die komen hier ook bezorgen. Daar komt het meeste voedsel vandaan. Nou, daarnaast komen er bijvoorbeeld ook heel veel duivenmelkers die duiven hebben die waar ze eigenlijk niks meer mee kunnen doen, die ze kwijt moeten. Die komen ze dan bij ons brengen, zodat wij ze kunnen slachten en op kunnen voeren aan de roofvogels. Okay. Ja. En je vriest ze in of het wordt allemaal geslacht en meteen hoppakee? Nou, al het voedsel wordt ingevroren, omdat tijdens dat invriezen, als ze daar een paar maanden in de vriezer liggen, dan gaan we dan wat schimmels en bacteriën gaan dan al dood. Oh, ja. Dus dan heb je wel minder kans op ziektes. Die ze door het voedsel krijgen. Want waar moet je nou het meest op letten als je zo'n vogel hebt? Wat voor ziektes? Bij roofvogels zijn er een aantal ziektes. Een hele bekende ziekte bij roofvogels is aspergillose. Dat is? Dat is een schimmel op de luchtwegen. En daar kun je eigenlijk niks aan doen. Dat krijgt een roofvogel, dat wordt erger. En daar gaat de roofvogel sowieso dood aan. Er zijn ook geen medicijnen voor, daar kun je eigenlijk niks aan doen. Hoe komt dat dan? Is dat door het vocht of is dat gewoon pech? Ja, door onder andere weersomstandigheden, maar er zijn ook andere invloeden van buitenaf. Onder andere dus bijvoorbeeld gras. Als je gras maait en dat gooi je op een hoop, er komen ook weer stoffen bij vrij, schimmels. En dat kan ook zorgen dat die roofvogels aspergillose krijgen. Zijn een aantal roofvogels die gewoon heel gevoelig zijn voor die schimmel. Dus niet alle roofvogels krijgen het heel snel, maar er zijn roofvogels die er echt gevoelig voor zijn en heel snel aspergillose krijgen. Dus dat is wel de grootste angst, of tenminste waar je voor op moet gaan letten dan. Want dan kun je hem ook niet meer redden. Ja, je kan er vrij weinig aan doen. Nou, en daarnaast heb je de andere veel voorkomende ziektes, onder andere wormen bijvoorbeeld. Ja, maar dan zit het in het vlees, want die vogels, hoe komen die nou aan wormen? Ja, ze zitten natuurlijk buiten, onze roofvogels. Dus, ze kunnen toch wat prikken en scharrelen. Ja, komt er een mus voorbij gevlogen en die poept net naast die roofvogel in het gras bijvoorbeeld. Ja. En die mus die heeft wormen gehad, daar kunnen ze het ook van krijgen. Dus, ja. Hoe kom je erachter via de ontlasting? Als ze wormen hebben? Ja, onder andere, wormen kun je heel makkelijk achterkomen. Dat is gewoon die roofvogel, die krijgt heel veel te eten en hij valt nog steeds af. Hij wordt nog steeds heel mager, terwijl hij heel veel te eten krijgt. Nou, dat is eigenlijk een voorteken dat er iets mis is. En nou, in veel gevallen kun je dan er wel van uitgaan dat het wormen zijn. Ja, ja. Maar dus, ik heb straks een uil gezien. Als ik dan die veren zie, dan moet je toch ook wel goed in de gaten houden om te zien dat zo'n vogel magerder wordt, ja. Hè? Nou, wij trainen onze roofvogels en wij wegen onze roofvogels dus ook elke dag. Okay. Dus ik zie elke dag? Iedere dag. Voordat we ze gaan vliegen, gaan we ze wegen. Nou, dan kunnen we het gewicht van die roofvogel zien. En dan kunnen we ook aan dat gewicht zien hoeveel eten ze op die dag krijgen. Als nou zo'n vogel ziek wordt, kun je daar ook mee naar de dierenarts? Ja, je kan er mee naar de dierenarts. Er zijn een aantal dierenartsen die echt gespecialiseerd zijn in roofvogels. Een aantal hele goede dierenartsen in Nederland zitten er enkele. Ik zelf ga meestal naar een dierenarts die vlakbij Antwerpen zit in België. Ja. Oké, en dan zeg je van, nou, ik heb hier mijn vriend en die heeft daar en daar last van. Of die kan niet goed vliegen of die is niet lekker, want wat merk je dan? Ja, van alles. Kijk, roofvogels laten het niet zomaar merken. Want ook in de natuur moeten ze natuurlijk niet tonen dat er iets mis is. Dus meestal op het moment dat je ziet dat er iets mis is met die roofvogel, ben je eigenlijk al te laat. Nou, dat houdt ook in dat als jij het ziet, dat je dan eigenlijk ook meteen naar de dierenarts moet. Nou, waarvoor kies ik dan toch voor de dierenarts in België? Nou, dat is gewoon omdat ik die dierenarts kan opbellen. En dan kan ik s'avonds om 11 uur nog terecht, want dan blijft hij op de praktijk om naar mijn vogel te kijken. Want je moet echt, als je iets ziet dat er met die roofvogel iets mis is, dan moet je ook echt naar de dierenarts toe op dat moment. Ja. Dat is heel belangrijk. Maar geeft hij dan ook pilletjes, antibiotica, of krijgt hij een spuit, of hoe gaat dat dan? Ja, is maar net wat hij heeft. Ja? Ik ben natuurlijk geen dierenarts. Nee, dus. Maar je kunt ook bijvoorbeeld door antibiotica en dat je het dan in het vlees doet en dan zo voert of zo. Of hoe gaat dat dan? Medicijnen heb je in verschillende vormen. Okay. Pilletjes, vloeistoffen, spuiten eventueel ook. Ja. Die pakt hem natuurlijk vast. Hè, want hij moet hem natuurlijk onderzoeken. En dat vindt zo'n roofvogel allemaal wel... Ja, die zal het niet brengt natuurlijk wel wat stress mee. Daar heb je zeker zo'n kapje op. Nog steeds niet. Nee? Ook niet? Nee, kijk, dat vastpakken brengt natuurlijk wel veel stress mee. Ja. Voor die roofvogel wat stress. Maar op dat moment is dat wel nodig. Ja. Ja. Want daar moet je natuurlijk ook voor waken, hè? Dat jouw vogels op een bepaalde manier, ik denk ook als je mensen uitnodigt voor een workshop, dat ze rustig zijn, denk ik. Hè? Zo min mogelijk stress. Ja.
Want, of valt dat wel mee bij een roofvogel? Nou, alle roofvogels die ik heb zitten, die zijn dus ook getraind. Die zijn aan allerlei dingen gewend. Dus die zijn in heel veel situaties blijven ze gewoon rustig zitten. Nou, iedereen kent natuurlijk de demonstraties. Nou, dan kijk je naar iemand die de roofvogels vliegt, die erover vertelt. Nou, wat een workshop eigenlijk inhoudt, is dat gewoon de mensen zelf aan het werk gaan met de roofvogels. Dus of de mensen komen hier op bedrijf om een workshop te volgen, of wij gaan op locatie naar de mensen toe om met onze roofvogels om daar een workshop te verzorgen. Want dat houdt eigenlijk in dat we eerst een verhaal gaan vertellen over de valkerij, over het trainen van de roofvogels, hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, hoe dat begonnen is in het verleden. Daarna gaan we hier op bedrijf krijg je dan een rondleiding bij de roofvogelverblijven en ga ik wat vertellen over de soorten roofvogels die we allemaal hebben zitten. Nou, op locatie stel ik ook de roofvogels voor, vertel ik ook wat voor soorten roofvogels ik mee heb genomen. Nou, als we dat hebben gehad, dan gaan de mensen nog twee handelingen leren die wij ook in de valkerij gebruiken. Onder andere dus het loer draaien. Als ze die handelingen hebben geoefend, dan krijgen ze meestal nog een korte pauze. En na de pauze dan gaan de mensen dus echt zelf het veld in, krijgen ze echt zelf een valkeniershandschoen aan en krijgen ze echt zelf roofvogels op de handschoen. Nou, kunnen ze foto's maken, kunnen ze even van het moment genieten. Want de roofvogel zo dichtbij zien, ja, dat gebeurt ook niet iedere dag. Nee, echt niet. Nou, als de mensen roofvogel op de handschoen hebben gehad, dan gaan we als slot gaan we dan ook nog roofvogels los laten vliegen. En die roofvogels die gaan dan ook landen bij de mensen op de handschoen. Dus we zien niet alleen, net als bij een demonstratie, de roofvogels voor hen vliegen. Maar ze krijgen zelf die roofvogels op de handschoen. Ja. Ja, ze gaan zelf aan het werk met die roofvogels. Ja. Ja, ik heb hem dus zelf gedaan bij jou. En ik vond het leuk en ook het enthousiasme van de mensen. Dat ze allemaal onder de indruk waren. Ja. Toen ze met zo'n handschoen stonden, dat ze zoiets hadden, wow, ja. He, met zo'n grote uil. En ik vond het heel bijzonder om het mee te maken. Nou, het is natuurlijk iets wat je niet iedere dag ziet. Nee. En ook in de dierentuin, je ziet wel roofvogels, maar dan zitten ze ook verder weg. Ja. En op het moment met zo'n workshop krijgt de roofvogels echt zelf op de handschoen, zie je ze ook echt van dichtbij. Ja. Ja. En wat ik ook leuk vond, dat merkte ik zelf, dat je dan toch stiekem zegt, ook al hebben ze daar niks mee, dan hoorde ik vooral bij de vrouwen in die workshop, dat ze zeiden, ja, hij is braaf. Ja, hij is braaf hoor. Die beginnen er dan toch tegen te praten. Ja. Dat is toch vrouw-eigen, denk ik. Ja. Nou, ze luisteren er echt niet naar. Nee. Oh ja, laat ons toch. Workshops doe je ook met kinderen, hè? Kinderfeestjes of wat dan ook. Ja. Dat is natuurlijk wel heel indrukwekkend voor die kinderen. Wat hebben die nou voor vragen? Nou, de meest voorkomende vraag die je eigenlijk van kinderen krijgt is gewoon hoe die roofvogels heten. Wat de naam van die roofvogels is. Ja, echt waar? Oké, leuk. Dat is Pietje, dat is Jantje, ja, dat vragen ze. Dat is de meest voorkomende vraag bij de kinderen. Ja. Nou, wij hebben onze roofvogels dus ook allemaal een naam gegeven. Oh ja? Ze hebben die naam niet omdat ze naar luisteren. Dus wij hebben die naam niet gegeven om ze met de naam te roepen. Want ze luisteren er toch niet naar. Maar die naam hebben ze dus vooral gekregen om, als er mensen naar vragen, dan willen ze weten hoe ze een roofvogel heeft. Ja, serieus? Dus toch een naam hebben. Ja. Ja. Nou, Stefan, ik vond het keileuk dat ik hier mocht zijn. Ik vond het ook echt heel interessant. Ja, graag gedaan. En ik ben benieuwd hoe het dadelijk buiten is. Dus we gaan nu met z'n allen naar buiten toe. En dan gaan we eens kijken hoe de vogels van Stefan hier leven. Nou, we hebben onder andere dus een aantal uilensoorten hier zitten. Nou, wat vooral opvalt bij de uilensoorten is de kleur van de ogen. Nou, je hebt namelijk uilen met gele ogen, je hebt uilen met oranje ogen. En je hebt ook nog uilen met helemaal zwarte ogen. Zo. Nou, de kleur van de ogen bij de uilen die vertelt eigenlijk wanneer de uilen in de natuur actief zijn. Dus dat wil zeggen dat uilen met gele ogen overdag actief zijn in de natuur. Uilen met oranje ogen zijn in de schemer actief. Okay. En de uilen met helemaal zwarte ogen die zijn nachtactief. Dus heel veel mensen denken uilen die zijn allemaal nachtactief. Maar dat is dus niet waar. Je hebt ook uilen die gewoon overdag actief zijn. Dus dat is onder andere bij de uilen het geval. Ja. En daarnaast is er een heel groot verschil natuurlijk bij de uilen. Tussen de uilen en andere roofvogels zijn de ogen. Bij de uilen zitten de ogen gewoon aan de voorkant van hun hoofd. En bij de andere roofvogels zitten de ogen toch aan de zijkant van hun hoofd. Nou, de uilen zien ook wat minder goed. De dagroofvogels zien 8 keer zo goed dan dat wij zien. De uilen zien wat slechter dan dat wij zien. Maar de uilen die jagen dus ook in de natuur voornamelijk op hun gehoor. Dus die kunnen wel heel goed horen. En ze kunnen hun hoofd heel goed omdraaien. Ja, ze kunnen ongeveer 3/4 hun hoofd omdraaien. Ja. Dat wist ik inderdaad niet, dat ze niet goed konden zien. Ja. Twee arenden zitten hier op het moment, een keizerarend. En dit is een steppearend. De steppearend is een kleinere arendsoort die voorkomt in geheel Afrika. En de keizerarend dat is een wat zeldzamere arendsoort. Die komt eigenlijk voor in het zuiden van Spanje tot aan het zuiden van Azië. Okay. Nou, de grootste roofvogel die ik hier heb is de gier, de witkopgier.
De witkopgier is een grote gierensoort die voorkomt in Zuid- en Midden-Afrika. Die weegt ongeveer 5 kilo en een spanwijdte van 2,5 tot 3 meter. Ja. Okay. En daar train je ook weer gewoon mee? Ja, alle roofvogels, daar trainen we mee dagelijks. Behalve de broedkoppels. De broedkoppels die hebben we los in de volière zitten. Mm. En die laten we zoveel mogelijk met rust om zo min mogelijk stress te bezorgen. Okay. Ja. En naast de wat bekendere roofvogelsoorten, onder andere dus de buizerde, de havik, de valken, hebben we ook wat apartere, bijzondere roofvogelsoorten. Hier onder andere in het hok zit een Falkland karakara. Dat zijn wat aparte roofvogels. Het zijn echte druktemakers. Ja, ik zeg wel eens dat ze een beetje ADHD hebben. Het zijn ook echte slopers in de natuur. Ze is vrij groot, het is een vrouw. Ja? Ze weegt ongeveer 1,5 kilo. Oh, dus ja. Een gemiddelde roofvogel weegt iets minder dan 1 kilo. Dus, Oké. Nou, hier zitten onder andere nog twee woestijnhaviken. De woestijnhavik is een haviksoort die voorkomt in Midden-Amerika. Het is een beetje een bijzondere roofvogel, want ze leven daar in Midden-Amerika in groepen. En ze jagen daar ook in groepen. En dat is dus eigenlijk echt de enige roofvogelsoort ter wereld die dat doet. Alle andere roofvogels leven solitair. Okay. Hier zitten een man en een vrouw. Nou, wat je ziet bij heel veel roofvogels is dat er geen verschil in kleur zit tussen de man en vrouw. Maar een verschil wat er wel altijd is tussen man en vrouw bij alle soorten roofvogels is de grootte. En je ziet dat bij de roofvogels altijd de vrouwen ongeveer 1/3 groter zijn dan de mannen. Ja. En dat is bij alle roofvogels zo. Wat is dit voor een vogel? Ja, hier in de grote verre zit een kuifschrema. En de kuifschrema is eigenlijk geen echte roofvogel. Het is een kraanvogel. Een kraanvogel die voorkomt in Zuid-Amerika. Nou, in de natuur eet hij wel vlees. Hij vangt voornamelijk reptielen. Hij eet ook slangen in de natuur. Zo. Dus, ja. Nou, die slangen vangt hij door met zijn snavel die slang vast te pakken. En dan slaat hij eigenlijk die slang zo dood op de grond. En als die slang dood is, dan begint hij met opeten. Ik sta hier met welke? De koningsbuizerd? Ja, dit is een koningsbuizerd. Okay. Ja. Wat een prachtig beest. Maar ik ben heel de tijd geneigd om hem te gaan aaien. Maar dat doe ik dus niet. Maar ik vind dat je best nog wel zwaar weegt. Ja, deze weegt ongeveer 1,5 kilo. Dit is een man. De koningsbuizerd is de grootste buizerdsoort ter wereld. De vrouwen wegen ongeveer bijna 2 kilo. Zo, ja. Prachtig. En oeh, hij kijkt nou naar mij. Ik ben er toch heel geneigd om er iets tegen te zeggen. Van, ja, hij is braaf. Hij reageert dus niet op mijn stem. Nou, hij hoort je natuurlijk wel. Maar... Jawel, oké. Hij trekt er zich eigenlijk niks van aan. Nee? Ja, waarom kijkt hij dan heel naar mij? Kijkt dan of kijkt hij naar... Hij kijkt niet naar, ja. Nee, maar kijkt hij dan naar? Nee, ik heb toch ze blijven alles in de gaten houden. Oké. Ik vind het wel spannend hoor, wat een beest zeg. Prachtig. Zijn snavel of zijn bek, of hoe noem je dat? Een bek, hè? Waarom is die een beetje open? Nou, roofvogels kunnen niet zweten. Oké. Net als wij dat kunnen, want dan wordt een verenkleed ook wel nat als ze zouden kunnen zweten. Mm-hmm. En dan kunnen ze weer niet vliegen. Nou, vandaar dat roofvogels eigenlijk net als honden afdoen koelen door de poten, door de huid van de poten en door te hijgen. Ja. Dus het is nu wat warmer en dan gaat dan vrij snel de snavel wat open om af te koelen. Ja. En hij heeft ook een tong, zie ik, hè? Ja, daar duwen ze eigenlijk het eten mee naar binnen. Ja, prachtig hoor. Ik vind het wel heel spannend, want potverdorie. Wat een temperament zit er in zo'n beest volgens mij. Ontzettend. Nou, een valk die vliegen we altijd op de loer. Nou, de loer die heb ik hier in mijn tas zitten. De loer is eigenlijk een stuk leer met het voedsel erop vastgebonden. En dit is de kunstprooi voor de valk. Nou, als we zo meteen de valk, die gaan we loslaten. Die valk die vertrekt. En dan ga ik de loer ronddraaien. Die ga ik op deze manier ronddraaien. En die valk die denkt, hé, dat is een lekker hapje. Dat lijkt een beetje op een duif wat die daar rond aan het vliegen is. En dan wil hij die loer proberen te pakken. Okay. Nou, dan gaan we die valk een loer draaien. Dat wil zeggen, die valk die komt naar mij toegevlogen. Dan gooi ik die loer voor zijn neus. Maar dan trek ik die loer ook weer voor zijn neus weg. Want als hij het eten al te pakken krijgt, dan is hij al meteen klaar met vliegen. Omdat hij zijn beloning al heeft. Dus dat willen we niet. We willen die valk wel goed op conditie brengen. Dus ik trek die loer voor zijn neus ook weer weg. Nou, die valk die denkt, ik had het bijna, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Dus die zal weer opnieuw de lucht in gaan, hoogte gaan zoeken en weer opnieuw naar beneden komen gedoken om de loer proberen te pakken. Okay. Nou, zo doen we dat een aantal keer totdat die valk moe wordt en dan bieden we de loer aan, dan krijgt hij het eten. Dus dan draaien we de valk een loer. Daar komt ook het spreekwoord vandaan, iemand een loer draaien. Een loer draaien, wel leuk, ja. Komt ook weer uit de valkerij. Ja, goh. Nou, wat we zo meteen doen is, de valk die gaat...
mijn stagiaire gaat met de valk hier aan de andere kant van het weiland staan. Ja. Die heeft eigenlijk de valk op de hand. En dan ga ik hier alvast klaarstaan met de loer. Ja. Nou, de huif die gaat af bij de valk, dat kapje wat ze op hebben. En dan gaat de valk rondkijken waar die is, om te kijken hoe de omgeving eruit ziet, waar die precies is, om tot rust komen. Nou, als hij dat heeft gedaan, dan schudt hij zichzelf nog een keer. Want als die valk zich schudt, dan doet hij al zijn veren weer goed. En dan kan hij dus beter vliegen als zijn veren allemaal goed zitten. Nou, daarnaast doet die valk ook nog een keer poepen waarschijnlijk. En dat poepen doet hij dus omdat hij dan lichter in gewicht is. Dat scheelt gewicht als de poep eruit is. En dan kan die valk dus ook nog beter vliegen. En een valk heeft echt heel veel conditie nodig om goed te kunnen vliegen. Ja, ja. Ja, die vliegt heel anders dan de andere roofvogels. Hoezo? Waarom? Wat is dat? Die laat echt het jachtgedrag zien van een valk. Die jaagt dus op die kunstprooi, op de loer jaagt hij. En daar maakt hij echt grote cirkels voor en dan gaat hij ook wat hoger de lucht in. En de andere vogels die vliegen dus meer in de achtervolging, ook in de natuur. Dus die zitten altijd ergens te wachten op een paaltje of in een boom, als ze vliegen wat in de lucht rond. Zien op de grond de prooi lopen en die vliegen er eigenlijk in de achtervolging achteraan. En een valk jaagt dus echt hoog in de lucht op vogels. Ja.